Een hele goede morgen. Welkom bij Ziekenboegcentrale Ups en Down. Dat. Liam en Sam gaat gewoon goed. Dan snotterig, maar het gaat gewoon goed. Jordi heeft een oorontsteking. Ik heb vanochtend bijna de hele ochtend aan de telefoon gezeten. Met het Radboud. En hij moet weer druppelen. Maar nou komt het. Deze druppels heeft hij van de huisarts gekregen. Het is bekend dat hij die heeft gehad. Wat zei ik nou? Ik heb nog voor een paar dagen. Dus dan vraag ik wel aan de huisarts een nieuw recept dat ik dit met jullie besproken heb. Dus ik bel de huisarts op. Nee, schrijven we niet voor. Want het is een antibiotica-achtig iets. Dus dat moet spoedarts zelf maar doen. Dus, wat kan Mandy weer? Terugbellen naar het Radboud, verhaal uitgelegd. Als het goed is, is het nu geregeld. Krijgt hij hem voorgeschreven, zodat ik van het weekend sowieso genoeg heb. Want hij moet 7 dagen ermee druppelen. Dus dat. Dus ja, ondertussen ben ik Jordi fruit aan het geven. Die andere 2 ratten, die hebben al fruit gehad. Ben er even weer klaar mee. Ik kan hier niet tegen. Ik word helemaal depressief hiervan. Maar ja. We doen het er maar mee. Hij is niet ziek. Hij heeft er alleen heel veel last van. Dus dat is een voordeel dat hij niet ziek is. Maar ja, dat willen we natuurlijk zo houden. Dus ik probeer hem uit alle macht weer klaar te hebben. Voor maandag voor school. Dus dat. Maar goed. Ik ga even verder hier. En dat. Liam wil niet slapen. Jordi overigens ook niet. Maar hij is dit aan het bouwen. Wauw. Mama trots op jou, jongen. Wat doe je daar goed? Moeten we even vastleggen, vriend? Ja. Super duper goed. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Super goed, jongen. Een hele goede morgen. Jezus, het is vroeg. Niels die is net weg om te gaan werken. Het is bijna 7:30. Deze 2 etters zijn wakker. Jordi die slaapt. Die is vannacht ook nog wakker geweest. Dus ja. Niels is werken. Dat. En ik ga gewoon doen wat ik zin in heb. Niet veel vandaag. Ja. Ik ga wel dingen doen, maar ja. In ieder geval, laat hem hier doorwakken. Liam was heel erg aan het vervelen en ik had boven nog Duplo staan. Dus ik heb de doosje Duplo gepakt. En daar is hij nu mee aan het spelen. Hij verveelde zich gewoon met alles wat hij al kent. En hij was bij een van ons, waar we zondag waren. En heeft de hele middag eigenlijk wel met dit gespeeld. Dus, ja. Laat hem maar lekker doen. Niels is eventjes voor mij naar de winkel toe. En Liam zit beneden. Maar Liam zit gewoon lekker een filmpje te kijken. En Jordi die lag gewoon niet even voor de prikkels op bed. Dat hij gewoon te veel prikkels even had. En nou zitten we even samen te knuffelen. Want Jordi die mal uit bed. Maar jullie wou ook knuffelen. Je wou knuffelen, toch? Ja. Dus we zaten dat te doen. Hé, hey, jongen. Lekker even knuffelen. Dat voetje heen en weer. Ja, niet dat voetje heen en weer. Hij doet meestal dat voetje heen en weer. Als hij... Oh, daar gaat hij weer. Hij doet meestal dat voetje heen en weer, als hij blij is. Ja. Zie je? Dus alles wat mama voor hem doet, zijn oortjes druppelen, omdat hij weer looporen heeft en ontstoken oren. En alles, dat doe ik gewoon allemaal goed. Want dat betekent dat hij weer gauw op een toppie is. Hé, jongen? Hij mag ook weer aan zijn oren komen. Dat mocht gisteren ook niet. Maar nu wel. Nee, jongen. Wat ga je doen?
springen. Ja. Ja, je bent lekker druk. Oh, hij is waar. Ja. Ja. Ik heb mama kusje. Kom mama, geen kusje? Nee, natuurlijk niet. Maar je gaat wel op mama zitten met je kont. Hier wordt Jordi nou helemaal gelukkig van. De aandacht. Alle aandacht. Alle aandacht van mama of papa. Maar ik zou eigenlijk naar de winkel gaan. Maar ik zeg tegen Niels ook. Ik zeg, oh. Ik heb wel eens eerder verteld dat mijn menstruatiegezeik, dat het altijd zo'n gedoe is. Nou, ik kan je vertellen. En dat is momenteel een gedoe, hoor. Dus mama, die is liever thuis. Ja. En vandaag is je grote neef ook nog jarig. Ja, daar gaan papa en Liam straks even heen. En misschien dat Sam ook wel meegaat, maar dan moeten we even kijken. Maar Jordi blijft sowieso thuis, want als er kou op zijn oren komt, dan hebben we sowieso weer een probleem. Dus daar zijn we voorzichtig mee. Maar nu eerst ga ik even verder koelen met mijn monster. Jordi reageert namelijk op het gekriebel en op mijn lachgeluidje, zeg maar. Als ik die twee dingen samen doe, dan gaat hij helemaal stuk. Dat is een klein beetje van Jordi. Ja. Als ik dat geluid nou niet zou maken en ik zou alleen maar kriebelen. Vindt hij niet grappig, maar als ik... Dan gaat hij helemaal stuk. Maar als ik nou alleen maar dit doe... Nee, dat doet hem niks. Maar als ik nou... Ja, dan zit hij gewoon te lachen. Ja. Niels die, heeft dus boodschappen gedaan. En hij is nu naar vrienden van ons... Hun zoon is jarig en mijn kinderen groeien op. En hun kinderen groeien op als het zijn mijn neven en een nichtje en et cetera. En de oudste is jarig van hun. En hebben ook 3 kinderen. De oudste is jarig van hun en die wordt 15. Dus ja, Niels is eventjes met Liam naar hun toe. En Jordi en Sam... Hier, Sam zit inmiddels chipjes te eten. En ik heb het een en ander opgeruimd. Ik heb de kinderspeelgoed heb ik opgeruimd. Ik heb een 3/4 zak, vuilniszak vol met speelgoed. Wat nog gewoon goed is en het gewoon doet. En dat gaat naar een adres toe wat ik ken. En hun brengen het naar mensen toe die niks hebben. Dus ja, zodoende. Dus dat doe ik mijn kleren ook altijd heen, et cetera. Dus vandaar, ja, daar gaat daar gewoon heen. Ze krijgen dadelijk met die grijze dakduif krijgen ze ook een nieuw speelgoed. Ze krijgen allemaal andere spullen nog. Ja, ze gaan daar gewoon niks meer mee doen. Het is ook gewoon echt nog wel wat babyspeelgoedachtig iets waar ze gewoon niet meer aankomen en niet meer naar omkijken. Dus vandaar dat ik het heb gedaan. Heb ik niet kunnen filmen, want Liam lag hier even op de bank te slapen. Jordi was je herrie aan het maken. Niels zat tv te kijken.
Ik was ondertussen heel eventjes helemaal met mijn oortjes uitgezoomd om dat even gauw te doen, zodat dat klaar was. Want ik hik er al de hele tijd tegenaan, dus vandaar. Maar ja, hè. Nu zitten we even hier. En ik ga daar macaroni maken. Jordi poept hartstikke goed. Jordi kan niet goed tegen macaroni, maar ik heb verse macaroni gehaald. En daar krijgt hij wat van. Want dat vindt hij super, super lekker. Daar geniet hij gewoon oprecht van. En ik doe dat eigenlijk altijd in het begin van dat hij botox heeft gehad. Want nu loopt hij goed door. Dan kan ik hem in ieder geval goed daarin ondersteunen. Waardoor dat hij niet zomaar vastloopt. Dus dat is wat we gaan doen vandaag. Jordi gaat lekker avond eten. Vindt hij lekker. Nu zijn ze nog redelijk schoon. Deze twerters. Jordi is natuurlijk net zo schoon. We gaan zien hoe ze er dadelijk uitzien. Ik heb in ieder geval macaroni, of ja, tortellini, weet ik het hoe dit heet, is met kaas, vijf kaas, ei en komkommer en augurk. Let's eat en in de volgende swipe zien jullie hoe ze eruit zagen. En zo ziet deze kleine erter eruit na het eten. Ja, ja, ja. En deze kleine erter valt nog van. Maar zijn broertje heeft wel het een en ander op de grond gegooid. Maar hij ziet er oké uit. Jij bent helemaal een reus. Klein ettertje. Ai joh, daar ik de douche in. Hoi, het is alweer middag. Ja, leuk zomer- en wintertijd. Perfect. Alleen kinderen begrijpen dat niet echt. Nee. Liam was vanochtend om 5:45 wakker. En nog steeds. Nog steeds, hij wil niet slapen. Nou ja, dat is dan maar zo. Ik heb boven de douche gepoetst. Ik heb de was gedaan. Ik heb van alles gedaan. We hebben samen ontbeten, want het is zondag. Daar gaan we nog even naar mijn broer. Die doet ergens bij een zeilschool hier in de buurt les. Of nee, ja, dus iets van de wedstrijd. We gaan het daar zien. Ja. Maar we gaan het daar even met z'n allen heen. Ja, we kijken wel eventjes hoe Jordi het... Ja, anders ga ik alleen met Leon. Ja. Dus dat. Maar ik heb er iets om te proberen. Stroopwafel. Ze zien er zo uit. Deze heb ik bij de Action gekocht. Het smaakt het wel niet naar stroopwafels, maar ze zijn wel lekker. Ik ben blij dat jij ze lekker vindt, want ik vind het niet naar stroopwafels smaken, maar ik vind ze ook niet duur van het. Het zijn gewoon melk, chocolade, ik of karamel, witte chocolade met karamel. Ja, nou, niet mijn ding. Maar gelukkig wel jouw ding. Dus dat. Niels is inmiddels weer terug. Hij is eventjes bij het water geweest te kijken. En je zag dat Liam aan het rondlopen was daar. Zijn broer vond het heel leuk. Ondertussen zit de Bambix-bende hier te speulen. En ik heb eten gekookt en dat is zo goed als klaar. Nou. Liam die is nog voor het eten, wou die in slaap vallen. Dus Niels en ik hebben gezorgd dat hij een fles... ik ben moe. Melk heeft gehad en daarna hebben we hem naar bed gedaan met een pyjamaatje. Want hij kon niet meer wakker blijven. Toen hebben we samen met Jordi en Sam gegeten. Toen hebben we nog even met de kinderen gezeten. En uiteindelijk zijn die ook natuurlijk naar bed gegaan. Ik moet nog even een paar dingetjes opruimen.
De vakantie is inmiddels weer voorbij. Morgen zou Jordi eigenlijk naar school gaan, maar hij blijft morgen sowieso nog thuis. Omdat hij gewoon nog steeds prut uit zijn oren heeft. En ja, hij moet gewoon op tijd gedruppeld worden, et cetera. Zo min mogelijk in de buitenlucht, enzovoorts, enzovoorts. Dat is gewoon veel beter voor hem. Dus vandaar dat, dat hij morgen sowieso nog thuis blijft. Ik wil gewoon dat zijn oren goed zijn. Ik wil niet een klein risicootje nemen om toch naar school te doen. Dat ik hem uiteindelijk toch nog kan ophalen. Of dat hij aan het einde van de week weer zo ziek is. Dus vandaar dat we deze keuze maken. Want ik en Niels beslissen dit samen. Hij poept verder gewoon goed. Dat is, gaat allemaal gewoon zoals we willen. Mochten jullie je eigen afvragen hoe het met mijn teentje is, daar gaat het eigenlijk wel goed mee. Het is aan het verbeteren. Het is nog niet weg, maar het is aan het verbeteren. Dus vandaar. Ik zal in de volgende vlog wel een keer wel laten zien. Nou, ik ga dus ook bij deze ups en dan afsluiten. Want ja, ik ga nog een beetje opruimen. Voor de rest niet veel bijzonders meer doen. Niels gaat daar Formule 1 kijken. En ja, dat is het eigenlijk. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.